Hallo mensen, hoe gaat het? Ik ben Tom, vandaag een nieuwe mobile serie en vandaag ga ik een hyperlapse maken. Nou, ik moet toegeven, ik kijk ook wel eens Casey Neistat en het is ook een toffe inspiratiebron voor velen. En zo ook voor mij. Ik zag dat hij drone shots gebruikte en die spoelt hij dan door. Dan lijkt het net een hyperlapse effect. En een hyperlapse effect is eigenlijk een timelapse, dus waarin je fotootjes achter elkaar zet. Maar dan ga je ook nog een afstand afleggen en dan noem je het een hyperlapse. In de HGD trailer heb ik het al een keertje gedaan en dit is wat we vandaag gaan maken. Dus een hyperlapse, zo ziet het eruit. En ik ga daar drie apps voor gebruiken: Hypercam, Emulsio en Chromic. En wat we vandaag gaan doen is de hyperlapse gaan we opnemen. We gaan hem stabilizen en we gaan hem daarna nog graden en editen. Nou leek het me leuk om de hyperlapse ook buiten te maken. Dus ik ga even naar buiten voor de eerste stap. Nou, voor deze stap ben ik buiten en niet voor niets, want ik heb een tripodje en ik ga hier een hyperlapse maken. Ik ga dit mooie gebouw filmen en je hebt ook een tripod nodig, want dat is net even iets stabieler. Kan je ook net even beter een hyperlapse mee maken. Oh, en trouwens, deze tripod gaan we ook reviewen. Vrijdag komt hij online op Creator Tools, dus kijk daar ook naar. Laten we nu een hyperlapse gaan filmen. Nou, de app is eigenlijk heel simpel. Je hebt hieronder drie knoppen. Links onderin staat een 2. Daarin kan je nog je oude hyperlapses bewerken. En je hebt ook nog de middelste knop. Daarmee kan je gewoon opnemen. De rechterknop kan je selfies meenemen. Kan je selfie hyperlapse maken. Kan je ook nog settings zien. En die zijn best wel geheim. Die kan je vinden door vier vingers vier keer te klikken op het beeldscherm. En dan zie je hier de resolutie, de beelden per seconde en nog de snelheid. Nou, ik hou hier alles gewoon lekker standaard. Nou, wat we nu gaan doen is een hyperlapse opnemen. Nou, wat als eerste belangrijk is, is dat je een object neemt wat je constant in beeld blijft houden. Je kan natuurlijk ook een weg doen, dat je langs de weg rijdt. Maar als je dus een hyperlapse maakt van een object, dan moet je die bijvoorbeeld in het midden houden. Zo heb ik hier het gebouw waar ons kantoor in het midden gehouden om de hyperlapse te maken. Zorg ook dat je in een rechte lijn loopt en dat het zo stabiel mogelijk is. Nou, we hebben nu opgenomen en zoals je ziet rechts onderin heb je een 4 keer, 6 keer en die kan je helemaal omhoog doen. Dus als je die op 10 keer doet, dan gaat die super snel en op 1 keer dan gaat die gewoon normal speed. En links onderin zie je ook hoe lang dat je clip wordt. Ik wil ongeveer 8 seconden aan footage, dus als ik hem 6 keer doe, dan klopt dat ongeveer wel. Dan druk ik op oké en dan wordt die geëxporteerd. Zo, daar zijn we weer. Stap 2. Wat ik nu ga doen is de video even extra stabilizen. Hyperlapse, die stabilize namelijk de video al redelijk. Maar we gaan hem nog extra stabilizen om toch nog even die kleine draaibewegingen eruit te halen. Nou, wat ik hiervoor gebruik is de Emulsio app. En we selecteren dus de video die we hebben gefilmd. Gaat hij hem analyseren en hier kunnen we hem direct croppen. En dat ga ik ook doen. Dus dan kan ik hem trimmen, zorgen dat hij dus het inpunt, dat hij begint wanneer dat ik echt ga filmen. En het eindpunt, dat ik die verander naar het punt dat ik echt eindig met filmen. En waarom dat dit belangrijk is omdat je dit niet wil stabilizen. Hebben we het ingekort en druk je op kort in. Nou, nu hebben we de video en aan de rechterkant zie je heel simpel een slider. Wat je daarmee kan doen is selecteren hoe erg dat je of hoe stabiel je dus wil hebben. Stel je doet 100%, dan gaat hij ook heel erg inzoomen en dat willen we niet. Nou, stel we doen een beetje rond de 20% en we drukken op play. Dan zie je, het ziet er al best smooth uit. Misschien kan hij nog ietsjes hoger, maar ik denk dat het al wel leuk is. Zo kunnen we het ook live aanpassen en dat is heel nice, want dan kan je natuurlijk zien hoeveel invloed dat het heeft en dat is ook wel handig. Nou, hier kan je ook al direct levels aanpassen, maar dat gaan we ook in de volgende stappen doen. Want het color graden, dat doen we niet in deze app. Wat we nu gaan doen is, we gaan het exporteren. En hoe je dat doet is, je zet hem weer op pauze en dan moet je hem exporteren door rechts onderin te klikken. En als je hem dan gaat exporteren, heb je eigenlijk twee opties. Je kan bewaar video doen, maar dan gaat hij hem overschrijven. Dat willen we nu niet, want we willen de oude gewoon bewaren. En hoe je hem dus als nieuwe video wil opslaan, dat is eigenlijk best simpel. Je drukt op bewaar in en dan kan je bewaar als nieuwe video. Als je dat heb gedaan, dan gaan we door naar de volgende stap.
Nou, in deze stap gaan we Chromic gebruiken om te colorgraden. Chromic is eigenlijk een hele simpele app om een toffe filter op toe te passen. Je hebt ook maar 8 filters, maar die filters zijn ook net leuk om te gebruiken. Je zou ook Instagram kunnen gebruiken voor filters. En er zijn ook genoeg andere apps. Nu ga ik Chromic gebruiken. En wat we dus doen is, we selecteren de video die we net hebben geëxporteerd. En wat je nu kan doen is, nu wordt die gepreviewd. Als je dus nog een keer op het vinkje klikt, dan wordt die echt geïmporteerd. En dan zie je eigenlijk heel minimaal gewoon een paar filters. Het is heel simpel. Ik vind dat ook wel fijn. Soms zijn apps gewoon simpel, maar precies wat je nodig hebt. Een paar filters, dat is ook wat ik nodig heb nu. Onderaan zie je een zonnetje. Daar kan je nog iets aanpassen, want daar kan je in ieder geval nog de brightness aanpassen. Ik zou deze video nog iets donkerder kunnen zetten. En wat je nu kan doen, is gewoon één van die filters selecteren en even kijken hoe het staat. Dan kan je nog een framepje toevoegen. Dan kan je nog een border toevoegen. Dan kan je nog filtertjes toevoegen, zoals van die krakelige filmmateriaal. Ik ga er voor de FXO, want die vind ik er wel leuk uitzien. En wat ik nu ga doen is de vignette uitzetten. Ik vind toch die pastel, die PS0, net iets beter. En als je blij bent met je filter, dan kan op het vinkje rechtsbovenin klikken. En dan krijg je eigenlijk gewoon twee opties. Override of Save as Copy. Ik gebruik hier ook gewoon weer Save as Copy. En dan heb je nu een hyperlapse en die kan je delen op social media. Het is natuurlijk tof om te delen op bijvoorbeeld je Instagram of je Twitter. Vrij makkelijk. Sneller dan dat je het naar je laptop doet. Laat vooral in de reacties weten als je nog een tof effect hebt voor de mobile serie die kan doen. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie je mij de volgende week gewoon weer. Doei!